Yo, dames en heren, jongens en meisjes, daar zijn we weer. Deze keer ben ik met een keer met iemand anders. Ja, ja, ik ben met iemand anders deze keer. Ik ben vandaag met Mike. Wij zijn best wel druk geweest de afgelopen 3 weken. Wij willen natuurlijk voor meerdere mensen dit natuurlijk komen meespelen, hè? Natuurlijk. Ja, we maken een soort van S&P mapje eigenlijk. Voor de realm dan. Hier kunnen we maar met 10 mensen op. Maar misschien later dat ik op mijn PC ga spelen. Dus ja, dan gaan we natuurlijk weer overnieuw beginnen. Ik heb er eentje gevonden waar ik wel normale bomen kan hakken. Want ik heb er toen gisteren eentje aangemaakt. Maar het zijn maar 2 blokjes met bomen. Maar ja, we willen een klein rondtoertje doen. Dus ja, wij gaan dat ook doen. Als jullie al zo kunnen zien, hebben wij al best wel aardig wat gebouwd. Mijn moeder is lekker daar bezig. En wij zijn lekker hier bezig. Maar ja, ik zit weer lekker in first person. Ja. Ik niet, ik kon mijn camera natuurlijk draaien. Nee, we gaan even een klein rondtoertje doen. Want ja, ik wist even niet wat ik moest gaan opnemen. En ja, mijn andere spel dat niet helemaal meewerken. Dus ja, toen vroeg ik aan Mike van, joh, zullen we even Minecraft opnemen? Ze die, joh, is helemaal goed. We willen dan proberen wel een vaste dag of een paar dagen uit te stippelen om natuurlijk... ja, Minecraft te gaan doen voor jullie en te uploaden, misschien ook wel livestreamen. Als jullie vragen van ja, waarom zijn jullie al van tevoren beginnen en waarom beginnen jullie niet helemaal overnieuw? Nou ja, omdat ik best wel heel veel toen in de tijd heel veel vragen had van ja, jullie spelen niet eerlijk en dat soort dingen. En dat kan heel veel oudere kijkers wel herinneren. Dus daar was ik eigenlijk een klein beetje klaar mee. Dus ja, zodoende. Ja, ben ik met Minecraft overnieuw begonnen. We proberen meer mensen te vragen natuurlijk om mee te doen. We hebben natuurlijk samen een Discord. Ik ga ook best wel vaak als ik opneem in Discord zitten. Omdat het wat fijner is, dan kan ik Mike gewoon verstaan en... de rest van de mensen die meedoen natuurlijk, want we kunnen elkaar gewoon swipen. Dus ja, weet je, als ik en Mike elkaar niet meer willen horen, ga ik gewoon naar een andere dingetje toe natuurlijk. Dat zien jullie niet, want ik speel natuurlijk via de PlayStation en Mike via de PC denk ik nu. Ja, Mike speelt eigenlijk eerst op de Switch, zeg maar. Maar ja, waar gaan we eigenlijk beginnen met uitleggen? Vast bij ons beginhuisje, denk ik. Ja. Ja, dit is onze beginhuisje. Ja, ik ga niet de binnenkant laten zien, want dat is gewoon een beetje saai natuurlijk. Het is gewoon alleen meer van het huisje. We hebben even hier snel een huisje toen neergebouwd. Hier stonden ook eerst allemaal bomen. Maar ja, die heb ik allemaal weggekapt. Weet je, jullie weten hoe ik ben. Ik haak alles weg. toen waren we met de barn bezig. Nou ja. Ik niet, Mike. Mike was met de barn bezig. Alleen, er zijn een paar koeien ontsnapt weer. Ik weet niet, wat is... ja, we hebben wat Moskou-koeien opgehaald. Wat normale koeien en schapen en kippen natuurlijk. Natuurlijk schapen, varkens hebben we ook natuurlijk. We hebben 2-3 paarden nu, onderhand. Eentje is van mij en eentje is van moeder en eentje is van Mike. De gouden is van Mike, want die had toen een gouden chestplate. Want we hebben toen zitten
ja, uit zitten hakken hier natuurlijk. Want hieronder zat een hele mineshaft. Maar ja, niet meer. Ja, wel een beetje, maar niet helemaal meer. Ja, toen. Ja. Die wel helemaal leeg geblokt dit jaar. Dus ja, daarom hebben we die dingen. Maar ja, buiten dat. Toen zijn we eigenlijk bezig geweest met villagers. Maar dan kunnen we niet via deze kant erin. Nee, die moeten we via hierin. Maar ik heb een wool shop geopend. Ja, wat we gaan natuurlijk doen. We gaan natuurlijk wat we willen proberen. Is natuurlijk iedereen kan dingen verkopen. We gaan ook nog ergens een town maken. Waar iedereen hun eigen shop op kunnen bouwen. Nou ja, Mike houdt ervan om wol te verkopen. Prijzen gaan we nog even bedenken natuurlijk. En wat voor dingen natuurlijk. Nou ja, hier heb hij allemaal mooie schaapjes, kleurtjes en dat soort dingen. Nou ja, dat komt omdat wij natuurlijk best wel veel projecten willen gaan doen. In deze serie en dat soort dingen. Het is gewoon een instructievideo of een induidelijk punt, zeg maar. Laten zien wat we een beetje willen gaan doen. Oh ja, nee, we zijn nog niet klaar hier. Want als we hierheen gaan, ja, kunnen we naar beneden. Gaan we zo meteen doen. Hier hebben we een trading hall. Hier zijn onze velletjes. Waar we gewoon lekker aan het traden zijn. Ja. dus ja, eigenlijk dat eigenlijk wel een beetje. Ja, we hebben twee kanten. Dus ja, het is niet dat het helemaal goede boekjes zijn. Maar we hebben wel weer een goede pickaxe. Twee, want die kan je samenvoegen. Ik heb Unbreaking 3, Fortune 3, Mending 1 en Infinity 5. Een hele goede pickaxe. En looting 1 op een zwaard. Nou ja, oké, looting 1 is prima. Weet je, iemand heeft een deur gestolen, zo te zien. Die moeten we nog. Ja, die maken we zo meteen wel weer. Ja, dat kan, weet je. Er kan natuurlijk dingen gebeuren. Nou, ik heb even een extra doorgang gemaakt. Want ja, anders moesten we helemaal omlopen. Dus ik maak even een extra deur. Hier wil ik een ijzeren deur neerzetten. Met een knopje erboven of zo. Of daarnaast. Moeten we even kijken. Ja, hier hebben we onze troepje troep eigenlijk een beetje ingeschooid. Ja, zoals je hier, het diamond pickaxe hebben we al gemaakt. Dus ja, weet je, het is niet dat we niks doen hier. Nou, 54 ijzer. Ja, hier heel veel bogen, crossbogen hebben we ook nog. Dat komt omdat we met de villagers hebben getraind de afgelopen paar weken, 3 weken eigenlijk, in die afgelopen 3 weken. Ja, hier stoppen we onze troepen een beetje in wat we hebben gemijnd. Nou, hier kunnen we van boven troep erin gooien. Komt het hier naar beneden? Hier gaan we het een beetje uitzoeken. En als we het uit hebben gezoekt, gaat het weer ergens anders heen. Maar dat is onze privé-kistenkamer. Dus die gaan we helaas even niet laten zien. Ja, dan hebben we hier een mooie deur. Ja, een mooie deur. We willen misschien hier aan deze kant de mijn maken. Maar dat komt nog wel een keer. Die is nog niet echt af. Nou, hebben we hier extra kisten. Hier zoeken we het een beetje uit, zoals je kunt zien. Nou, die is leeg, maar net zoals hier. We hebben heel veel dirt lopen, scheppen en dat soort dingen. Maar dit was de idee van Mike. Ik dacht van ja. Ja. Ja, ook. En natuurlijk een soort van extra opslagje. Nou, dat is het eigenlijk mee. Hup, nou dan gaan we ja, hier kunnen we naar beneden. Ja, hier komt ook een kamer. Daar zijn we nog mee bezig. Want ja, het gaat niet allemaal zo heel snel. Er moet bomen gehaakt worden en dingetjes gemaakt worden natuurlijk. Beneden weet ik even niet meer zo gauw wat het is. Volgens mij niks. Oh ja, hier
Hier zit ook nog 64 emeralds. Dat komt omdat we getraind hebben. Maar dan komen we hier weer bij de wallshop uit. Maar dit is Mike's shop. Hij heeft... Oh. Ik had wat gekocht. Maar die... het is... Oh ja, die zit hierin natuurlijk. Ja. Nou ja, oké. Dan gaan we weer terug heen. Oh. Lopen we iets te ver. Moet hier de bocht om. Ja, nou ja, de mijn is eigenlijk niet zo heel veel, want ja, we hebben nog niks echt aan de mijn gedaan. Dus ja, ik kan er wel heen lopen, maar ja, het is niet echt dat er iets bijzonders is of zo. Nou, maar ik heb ook een hele mooie aquarium gemaakt. Sinds kort. Ja, klopt, dat zag ik, maar ik heb een... Ja, maar ik wist dat je ermee bezig was, maar het was meer van, ik had hem nog niet helemaal afgezien. Want je was toen met die, je had water erin zitten, maar je was nog bezig met die plantjes aan het neerzetten. Dus ja. Nou, oké, okay, we gaan even snel even game mode D doen. Game mode D. Nou, oké. Okay. Ja, wat hebben we toen gedaan? Ja. Ja. Ons huisje daar. Nou, dan gaan we even omheen kijken. Ja, binnen is niet altijd zo heel veel bijzonders. Ja, ik heb spullen staan. Maar ja, als ik dat weer ga laten zien, is het weer van... maar dat kan. Ja, jongen, wat is dit? Wil je ook meedoen met Minecraft? Kan hoor. Je zit ook in de Minecraft. Je loopt ergens rond hier. Nee, ja, dit is ons huisje natuurlijk. Ja, Mike woont hier. Aan deze kant. Ik woon aan deze kant. Maar... ja, het is gewoon één potnat. Hetzelfde natuurlijk. Het is gewoon meer van, ja... we zijn gewoon buurmannen. Mijn moeder kan altijd bij mij nog slapen als ze wilt. En ja, als Mike op bezoek. Ja, logeerpartij. Ja, mijn moeder is ook nog druk bezig. Daar gaan we zo meteen even naar kijken. Ik weet niet of dat mag. Maar ja, dit is natuurlijk mijn ziekenhuis. Maar dat doen we wel een keer. Kijken we wel een keer naar. Maar het is een leuke deukje. Dit was onze ja, derde eigenlijk home farm. Want we hebben hem van... daar waar die vissenkom staat, hebben we hem hierheen geplaatst. Toen deed hij het niet meer. Maar ja, we lopen wel hier allemaal kolums rond. Toen heb ik een schapenfarm gemaakt hier. Want ja, ik dacht van ja, wol hebben we nodig. Maar ja, in principe kunnen we deze ooit weer een keer gaan slopen en weer verplaatsen natuurlijk. Want ja, we hebben nu natuurlijk een automatische. Nou, ik heb een hele mooie... ja, bloemenfarm gemaakt. Dat komt omdat we ook, concreet willen maken. En van concreet gaan wij natuurlijk ook wel weer plattegrondjes leggen. Maar ja, weet je, het heeft allemaal heel veel gedoe nog. Weet je, want ja, we moeten zand verzamelen, we moeten gravel verzamelen. En dan moeten we dat allemaal hier neerzetten. En dan vloep, 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 vloep. En dan komt daar een hele rij. Ik heb een leuk standbeeldje gemaakt. Ik ga niet zeggen waarom. Want ja, dat is een beetje persoonlijk. Ik dacht van, ja. Vind het leuk, dus ik zet hem daar neer. Mike, heb... ja, daarom, dat ook. Dat sowieso. We houden van katten. Mike en ik hebben natuurlijk katten. Dus ja, dachten nou, oké. We bouwen wel een kattenstandbeeld. ja, even kijken. Toen hebben we dat gedaan. Toen heb ik bam, ja, dat. Oh ja, toen heb ik natuurlijk mijn... hoe heet het? Mijn bamboe farm gemaakt. Ja, allemaal ertussendoor, hoor, jongens. We zijn wel even mee bezig geweest natuurlijk, maar... onze bamboe ding. Hij doet het wel. Ik weet niet hoe hard het klinkt, maar ik denk wel hard natuurlijk, maar... ja, hier komt dan allemaal bamboe in. Die zijn we lekker aan het opverzamelen. Want dan kunnen we crafting holders maken. En natuurlijk stickies.
En zodoende konden we daar onze stukjes. Toen heb ik een snel over gemaakt. Maar die werkt niet helemaal. Ja, die werkt wel, maar niet hoe ik wil. Want ik dacht van, ja, we gaan het gebruiken voor XP. Zo'n XP farm. Maar dat deed het niet echt. Dus ja, toen dacht ik, nou, maak ik hem wel opnieuw. Er zit heel veel terracotta in. Dus, ja, we hebben aardig wat zitten mijnen en dat soort dingen, joh. Nou, oké. Okay. Dan gaan we natuurlijk, nee, hoog terug. Waar Mike staat natuurlijk, daar moeten we even heen. Mike is alweer voetsie hoor, die ging alweer op pleitos. Nou, we hebben natuurlijk wat bijtjes gehaald. We hebben een mooie bijen, ja. We willen nog misschien ooit, ik heb daar ook een keer over nagedacht. Misschien een greenhouse maken hier. Dat de bijen gewoon veilig binnen zitten. Ja, Mike heeft natuurlijk de AFK chicken farm gemaakt. Dus ja, weet je, we hebben kip genoeg. We moeten alleen een keer de veren opruimen. Maar dat komt wel even. Dit is een tree farm. Die werkt wel. Alleen, ja, die werkt alleen voor, ook saplings. Dus ja, zodoende moeten we daar. Nou, daar zijn we weer hoor jongens. Het was even een technisch probleempje even. Maar ja, zodoende. Mooi torentje. Ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen stijl. Ik hou meer van medieval, fantasy. Van alle soort stijlen hou ik wel om te gaan bouwen. En dat wil ik ook in deze server doen. Samen met Mike en misschien met meerdere mensen als jullie interesse hebben. Laat sowieso even wat dingen weten in de comments. Met je naam van je PlayStation of van je Discord. Dan voeg je wel gewoon toe op Discord. Want we praten wel vaker via Discord dan via de party zelf. Oké, dan gaan we nu even naar Mike's project. Wat hij mee bezig was. Maar op de video deed hij het wel. Alleen niet op de... niet hier. Maar ja, dat maakt niks uit. Oh ja, mijn ezel staat daar ook nog. Nou ja, het was een eindelijk kolenfarm. Maar die werkt niet echt helemaal. Dat maakt ook niet zo heel veel uit natuurlijk. Maar ja, dat kan. Mike is ondertussen even... Ja, zijn veertjes aan het opruimen. Ja, ik heb hier natuurlijk die ene, ja, hoe heet het, bomenfarm gemaakt, maar die is een beetje mislukt. Dus daarom, dat soort dingen. Ik heb hier er eentje gemaakt ook nog. Hij werkt wel. Dat sowieso, hij werkt wel. Alleen ik moet deze nog een keer upgraden naar 7 hoog. Dus ja, dan moet ik alles even weghalen weer en opnieuw bouwen. Wat een probleem, wat een gedoe. Nou ja, hey, alles voor Minecraft en om een leuke serie te beginnen natuurlijk. Ja, ik heb natuurlijk een klein stukje aangebouwd. Want ja, hij was iets te groter dan dat ik dacht. En er is er nog eentje van voor Dark ook. Dus die wil ik misschien ooit ook nog een keer bouwen. Maar moet ik hier even kijken. Weet je, misschien doen we dat wel ooit in een livestream of in een, ja, hoe heet het, hè? Een videootje natuurlijk, want we willen proberen video's te maken en livestreams te doen natuurlijk. Ja, ja. Dit is natuurlijk onze beginplekje van survival. We gaan nog wat bouwen voor als mensen willen joinen. Maar weet je, dat heb ik ook even mijn rustige tijd. We hebben ook over nagedacht hoe en wat we gaan doen met de vuurwerk voor oud en nieuw. Moeten we ook nog een keer gaan bouwen natuurlijk. Dan gaan we proberen om live. Ja, de show.
Ja. Ja. Nee. Ja, nee, daarom dat zijn even nadenken. Als jullie mij soms niet kunnen verstaan of horen, laat het even weten. Want ik hoor hem wel en af en toe ook weer niet. Dus daarom zeg ik van laat het even weten in de comments natuurlijk. Want dan gaan we daar een keer een oplossing voor zoeken natuurlijk. Maar dat maakt niet uit. Dat komt allemaal goed. Nou, oké. Ja, nou, oké. De Nether is niet heel bijzonder wat we daar hebben gedaan. Wat we wel willen is precies hetzelfde wat Mike hier heb gemaakt. Gewoon een treinrails door de hele Nether heen. Dus stel, want iedereen mag hier een eigen plek uitzoeken. Je mag met je vriendje of vriendin of maatje of maakt niks uit. Met wie dan ook. Kunnen jullie met in twee teams werken natuurlijk. Want ja, ik werk natuurlijk met Mike. Mijn moeder die is er heel af en toe is. Dus zodoende, weet je. Daarom zeg ik meer van we hebben nog plek voor 8 personen. Om mee te doen. Want ja, het is gewoon meer van. Er is gewoon plek voor 8 personen. Dus ja, je kan met je vriendin, maatje. Een schoolvriendin of zo kunnen jullie joinen natuurlijk. En dat soort dingen. Weet je, dus dat we echt met z'n 10 personen op één realm gaan spelen. Ja, dat soort dingen. Nou, dit is onze hele koele farm. We hebben hem even een ander kleurtje gegeven. Maar dus, dat is eigenlijk meer van wat wij willen proberen. Om nog, ja, 8 personen hier meer bij te trekken. Dus als jullie interesse hebben. Laat ze zo even weten. Maar dit is onze eigen kolom farm. Hij doet het tenminste wel nu. Want ik zag hem net nog een eigen kolom in laten spawnen. Dus ja, dat is wel eigenlijk top. Dus ja, het is niet heel bijzonder dit, ja. Het is gewoon een eigen kolom farm waar we onze ijzer. Dus als jullie vragen van waar halen jullie al die ijzer vandaan? Nou ja, van hier. Ja, wat we even kunnen doen. Nou, oké. We zijn natuurlijk toch bezig met heel veel andere dingen nog. Maar dat komt allemaal wel. Natuurlijk. Ja. Ja, op de achtergrond horen jullie mijn katten, die zijn lekker aan het spelen. Af en toe. Maar dat moet ook gebeuren. Nou ja, daarom gaan we nu even naar een andere plekje. Ja, die zit hier vlakbij. Ik heb nog een andere plek uitgekozen. Dus als iemand in de server komt en die ziet een hele grote vierkante kubus staan. Ja, daar ben ik bezig. Maar de wereld is eigenlijk oneindig. Zeggen ze, want het staat infinity. Betekent oneindig. Maar ja. Ik denk niet dat het zo is, want het moet ook wel een keer stoppen natuurlijk. Met dat oneindigheid. Maar iedereen kan zijn eigen plek zoeken. Maar we gaan nog een hele mooie spaan bouwen. En we gaan even kijken waar we. Oh, ik ben iets te snel voor Mike. Maar ik moet even zijn knoppen er even in leren hoor, jongens. Want hij is van de Switch naar overgestapt naar de PC. Dus ja, zo. Dan is het wel een hele grote overstap natuurlijk. Ik zet het wel heel even. Ja, dag natuurlijk. We gaan heel even. Insect. Nou, hier. Kijk, je krijgt af en toe ook nog gratis insect. Ook toch? ja, mijn moeder heeft beacons gemaakt. Ze is bezig met dat huisje. Dus ja, het is niet echt. Dat er heel veel, ja, hier is gebouwd. Mijn moeder wil wel wat leuks bouwen hier. Maar, ja, wat, geen idee. Wij zijn ook bezig geweest met heel veel redstone constructies en dat soort dingen. Niet fijn, dat niet, maar ja, het maakt niet uit, weet je. We willen proberen om het server een beetje leuker te maken en, weet je. Dus ja, Mike die was er ook mee bezig. Alleen, het lijkt alsof dat hij half gesloopt is.
Als je hem weghaalt. Ik zie de cijfers niet meer. Nou. Oh ja, ik heb een autootje gemaakt. Gewoon voor de lol. We waren een beetje met Redstone aan het klooien. Gewoon om te kijken. Ja. Even kijken. Staat hier nog wat in? Ja, toch? Nee. Nee, hier zit geen vuurwerk meer in. Maar we willen een soort van constructie maken. Daarvan. En daar dat ook nog. Ja. We gaan het allemaal netjes wegwerken. Maar dat zien jullie natuurlijk later wel. Nou ja. Het is nu natuurlijk dag 73 eigenlijk. Want ja, ik heb hier gisteren nog niet aangeklikt. Kijk, dag 73. Dus we zitten al 73 dagen in deze ja, map. Dus ja, zodoende willen we een, zeg maar, een counter maken. Hoeveel dagen we bezig zijn in de map. Want ja, stel dat we geen Minecraft doen en we doen een andere spel. Dan zien jullie wel hoeveel afleveringen zijn gemaakt. En hoeveel afleveringen niet. Dus ja, zodoende dat eigenlijk een beetje. Nou, dit was onze eerste construction. Voor Redstone. Volgens mij zit hier wel Redstone in. Maar even vuurpijlen. Ja. Bam, bam, bam. Ja, het gaat een beetje snel. Maar we zijn natuurlijk een beetje aan het kijken. Voor, want kijk, we gaan het even nacht maken. Ik maak het weer, nee. we maken het even nacht. Kijk, ja, we gaan een beetje kijken van middenmatig tussen hoog. Maar het ziet er wel heel vet uit. Alleen we willen natuurlijk een soort van, ja, hoe laten we zeggen. Hoe noem je dat ook weer? Ja, een soort van verloopstukje maken waar het wat minder snel doorgaat. Laat ik het zo zeggen. Vermoord hem, dan krijg je loot. Ja, oh. Pak hier, blast protection. Je kan niet meer droppen. Maar ik geef het zo wel even aan je. Ik heb mijn dropknop verwijderd. hier was ik ook bezig. Deze doet het ook. Maar die zal op zijn, denk ik. Ja, ik snap het al. Ik heb hier, ik mis hier nog even wat. Maar deze werkt ook, maar dit is een hele rare constructie. Hier was een soort van andere constructie wat ik wil gaan bouwen. Maar die werkte niet helemaal. Maar we gaan nog wel een keer daar naar kijken. Maar ja, dat zijn onze ideetjes voor dit jaar en, ja, en half volgend jaar. We zijn nog een beetje dingen natuurlijk aan het bouwen. Dus ja, het zal dit jaar natuurlijk ook wel komen. Maar, weet je, het is meer van, we zijn nu even bezig om alles voor te bereiden voor de goede serie. Zoals dat we eten genoeg hebben, crafting holders dat we genoeg hebben. Want anders gaan jullie vragen van, niet aan mij vragen van, waarom ben je level 94? Nou ja, het is er meer van, ja weet je, ik ben best wel lang druk bezig, weet je. En ja, weet je, we willen hier misschien... Ja, laat het even weten in de comments, hè. Want dat wel. Hoeveel cijfers moeten wij hier nog achter plakken? Moeten we er... Ja, tijdknop, ja. Dit is natuurlijk gewoon een counter. We kunnen ook een klok maken, dat kunnen we ook doen. Maar... net zoals nu staat die dan op 73, maar willen jullie dat het dan tot 1000 gaat? Dat we dan 1000, hup. Want ja, weet je, als ik natuurlijk nu naar 79 klik en dan weer, dan gaat hij naar 80. Maar moet hij tot 1000 lopen? Moet hij tot 10.000 lopen? Niet dat we 10.000 afleveringen maken, maar
Dat is er meer van. Dit wordt dan natuurlijk de count hoeveel afleveringen we gaan maken. Dit is gewoon even een instructievideo dat we even alles laten zien. Waar we mee bezig zijn. Want ja, ik wil natuurlijk ook wel weer Minecraft gaan uploaden. Dat hebben jullie al een hele tijd niet meer gezien op mijn kanaal. Dus ik wil dat best wel doen. Ja, zo doen we het. Maar daarom dacht ik van, nou, vraag het even aan jullie. Moet het tot 1000? En dan, hup. Want ja, weet je, we doen natuurlijk ook in seizoenen. Het wordt natuurlijk seizoen 1, seizoen 2, seizoen 3. Dan kunnen we op ons gemak jullie laten zien wat we in die tijd allemaal hebben gebouwd. Ja, en dan natuurlijk een soort van hopper systeem. Of ja, dropper systeem. Dat het onze items naar boven gaan. En dat we daar dan kunnen pakken. Want even kijken. Nee. Zo, hallo. Nou ja, dus dat eigenlijk een beetje, ja. Voor de rest weet ik niet wat we nog verder moeten laten zien. We hebben al onze gebouwen laten zien, volgens mij. Dus ja, daarom zeg ik, ik wil samen met Mike de video even aansluiten, natuurlijk. Jawel, jawel. Dus ja, eigenlijk is het meer van, ja, ik en Mike gaan natuurlijk een leuke serie beginnen. Ja, af en toe doet mijn moeder natuurlijk even mee. Maar ja, we proberen het met 8 personen, willen we met 8 personen meer doen. Omdat het natuurlijk meer is, dat is leuker, gezelliger. Dan kunnen we de hele map volbouwen. Iedereen kan zijn eigen plekje zoeken en dat soort dingen. Maar ja, jongens, ik wil wel zeggen, bedankt voor het kijken, want ik ga wel mijn video afsluiten. Ik wil zeggen bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te liken. Ik zie jullie volgende keer. En zoals ik altijd zeg is. Yo, later. Nou, oh nee. Voor de English guys. Thanks for watching and sharing. Don't forget to button. Below. Don't forget the notification bell. En see you in the next time. Zoals hij zei. Later later. En zoals ik altijd zeg tegen jullie. Yo. Later.